6. FM. Dit is 6FM in Business. En dit zijn uw gastheren. Lars van Loon en Kent Hansson. Huda Berada, die heeft van haar business gemaakt van hetgeen ondernemers eigenlijk als het meest lastige onderdeel ervaren. Te weten de koude acquisitie. En probeer haar niet te ontmoedigen door juist een chagrijnige muur te veinzen. Want daarin ziet ze namelijk juist de ultieme uitdaging om voor haar klanten een afspraak te regelen. Waarbij de deur wel op een kier staat en waarbij het niet alleen achteraf om de koffieleut bleek te zijn gegaan. Huda, goedenavond. Goedenavond. Welkom bij 6FM in Business. Dankjewel. Wat is jouw definitie van sales? Sales is het invullen van een behoefte van een klant. Ja, en mocht de klant het niet hebben, dan creëer je hem. Exact. Zo is het toch? Ja, zo is het wel, ja. Is hij er niet, dan zorg je ervoor door middel van open vraagstellingen dat er wel een behoefte ontstaat. Het kan ook zijn dat die behoefte er wel is, maar die is ergens ondergeschoven. Dus ze weten het gewoon nog niet. Precies. Ja. En wat is dan de manier waarop jij dat, waarop het jou wel lukt, waarop jij het niet erg vindt om bij wijze van spreken 90 keer van de 100 te worden afgewezen? Ten eerste is het zo, de basis is het allerbelangrijkste. We doen nu de acquisitie voor 27 bedrijven, van hele kleine tot en met grote zoals KPN. Ja. Wat belangrijk is, is heel goed te weten voor welke klant je belt, wat die klant doet, wat het onderscheidend vermogen is en wie je gaat benaderen. Dus het is niet daardoor heb je niet het gevoel dat je heel erg lang moet wachten alvorens je een afspraak kan genereren. Oh, dus jij belt niet van mag ik degene die gaat over de marketing en sales? Nee. Het is eerlijk waar, maar jij bereidt het dus wel voor, heb ik het idee. Dat is juist eens van onze onderscheidend vermogen. Is dat we heel goed kijken. Dus een strategie erop lossen samen met de klant. Ik zeg altijd tegen een klant. Wij weten veel van acquisitie. Maar u weet het meeste over uw bedrijf. Of dienstverlening, product. U weet ook wat er leeft. En dan kijken we samen van wie zijn je klanten. Wat voor doelgroepen zouden we eventueel nog meer kunnen benaderen. Wat is je onderscheidend vermogen? In mijn beleving is dat heel belangrijk. Voor je elevator pitch. Dat is de pitch die je gebruikt als je belt. En die is eigenlijk bij elk bedrijf weer anders. Ja, wat je zei, 27 bedrijven, dat doe je waarschijnlijk niet in je eentje. Nee, dat doen we op dit moment met 6 personen in totaal. Oké. Okay. Ja. Elevator pitch, dacht ik dat het in een lift plaatsvond, toch? Daar is het wel een ontstaande elevator. Ja. Dat betekent in een lift heel snel voordat die lift op bestemming is. Ja, je stapt toevallig met de CEO precies, in de lift. Precies. En dan moet jij, voordat je op de, wat is het, 32e verdieping bent, moet jij even uit de doeken doen wat jouw ding is, toch? Ja. Ja. Absoluut. En dat is heel belangrijk. Daarnaast doen we ook het trainen van ondernemers. Als ze zeggen, nou, ik wil toch zelf ook gaan bellen. Of ik heb mensen die de hele dag voor mij moeten bellen voor afspraken. Om dat weer tot een hoger niveau te tillen. Dus En wat zijn dan belangrijke punten die in zo'n training aan de orde komen? Het meest belangrijke van acquisitie is heel goed weten wie je bent, wat je doet en wat je onderscheidend vermogen is. Okay. En er zullen heel veel mensen denken, ja, maar dat hoor je te weten. Je zult verbaasd zijn hoe vaak mensen het wel weten, maar in de loop der jaren een beetje verloren zijn eigenlijk wat. Verslappen. Inderdaad. Ja, ja. En het is zo belangrijk om te weten wat je onderscheidend vermogen is. En naar mijn mening zijn dat die 3 tot 5 dingen die je ook in je pitch verwerkt. Mm-hmm. Waardoor je een heel geheel ervan maakt. Waardoor je vaker de kans krijgt, dus niet meer 90 telefoontjes hoef af te wachten. Maar dat een stuk minder gaat worden. En dat je dan zegt, nou, dit klinkt inderdaad interessant. Ik wil eigenlijk een afspraak maken. Oh, maar als jij zegt met 90, want ik dacht daarmee aan de positieve kant te zitten. Wat zijn de kengetallen die jij in je hoofd zit dan? Ligt eraan. Je kan geen enkele acquisitie met elkaar vergelijken. Okay. Ik heb klanten die zeggen, luister Huda, ik wil bij de top 300 binnenkomen van Nederland. Ik wil alleen maar corporate. Kan, kost meer uren, duurt wat langer. Er zijn bedrijven die te maken hebben met no-name policies toepassen. Dat betekent van no-name policy. Dat betekent, weet je niet de contactpersoon binnen het bedrijf, word je al niet doorverbonden. Ja. Mm-hmm. Daar zijn allemaal ook weer
bepaalde manieren om daar toch tussen te komen. Duurt langer, niet onmogelijk. Er zijn ook gradaties in acquisities. Er zijn ook dingen waarvan wij zeggen, nou, dat is makkelijker. Daar kan je, heb je niet heel veel uren nodig om afspraken te realiseren. Mm-hmm. En dan is het nog van, hoeveel afspraken wil een klant hebben? Wil je er 8 hebben of 10? Of wil je er zeggen, nou, ik heb 1 à 2 per week genoeg aan? Dus het is ook maar net wat de klant wil. Ja, op het moment dat jij voor klanten gaat bellen, werk je niet op no cure, no pay basis. Nee. Wat is daar de overweging van? Omdat ik niet geloof in no cure, no pay. Okay. Ik geloof ervan dat je... Wij hebben ook een heel transparant beleid. Dus we klanten kopen uren in. Wij bellen uit naam van onze klanten. Het is altijd een strategie vooraf. We kijken van, het is echt samenwerken. Sparren met je klant. Klant weet veel over zijn of haar dienstverlening. Continu evalueren. Continu evalueren. Wij zijn ook... de mensen die ook daarna bellen, hoe is je afspraak geweest? Ja. Is de business uitgekomen? Wat we ook doen voor klanten, is bijvoorbeeld het opvolgen als klanten dat willen. We hebben ook heel veel mensen die een offerte hebben uitgebracht en die het gewoon moeilijk vinden om dat weer op te volgen. Ja. Doen we ook. Service calls, hè? Even aan het kijken of we upselling kunnen realiseren. Dus het is niet alleen maar de lead generatie gedeelte, maar er zijn meerdere dingen die we ook doen. En hoeveel ondernemers zijn er die dit eigenlijk niet weten? Hoe bedoel je? Nou, zijn er ondernemers die niet weten dat dit op deze manier kan? Ik denk wel dat er, als ik kijk naar de branche waar ik in zit, dat je dan de wat gerenommeerdere grotere bedrijven, die doen ook met de grote zaken. En eigenlijk heb je voor de MKB'er, de kleinere MKB'er, is er niet echt een oplossing. Hè? En wat wij doen is ook voor de ZZP'er, de kleine MKB'er, al vanaf eigenlijk een paar uur per week kun je al acquisitie afnemen. Dus dat is wel, er is verder... Maar dat is toch juist voor ZZP'ers is dat interessant om even te weten. Kijk, dat de KPN dat weet, dan mogen we daar ook zijn. Ja. He, die werken al jaren op deze manier. Ja, absoluut. En dat is, het is ook heel lucratief. Je moet zo zien, ik heb vanmorgen een training gegeven, waaronder ook heel veel ZZP'ers, MKB'ers. En daar leer ik ook van, nou, waar moet je opletten? Hoe bel je eigenlijk oud? Maar ook aan tafel, hoe sluit je nou de deal? En dan is het heel belangrijk, want als je... je moet zo zien, iemand die houdt niet zo van bellen en die gaat 1 keer per week een dagdeel bellen. En die doelstelling is heel realistisch, die wil in die dagdeel bellen 1 afspraak. Die genereert daarmee, af en toe zijn geluk 2 afspraken, genereert daarmee tussen de 4 en 6 afspraken. Stel je voor dat hij van die afspraak met die beslissingsbevoegde de helft of 1/3 zou sluiten. Realiseer je dan wat dat doet met je omzet en met je groei en met je continue groei. Dus het werkt nog steeds heel goed. Ja, en die teleurstelling, hè, althans, hè, ja, dan ben ik 3 keer afgewezen en hè, het zal wel aan mij liggen. Bedoel je aan tafel of aan telefoon? Het is heel anders. Wij draaien het om. Wij draaien het een hele andere. Die nee's die nemen wij voor lief. Wij zijn op zoek naar de ja's. Ik zeg altijd: er zijn 1,9 miljoen bedrijven in Nederland. Ja. Het is een vijver en die zit vol met vis, boon, heek, tonijn, zalm, haring. En als je de juiste aas hebt, is het statistisch gezien onmogelijk om niet te kunnen vangen. En dat is het. Hoe dan? Vertel, waar kunnen we jou terugvinden op het internet? www.nieuwbusinessmatters.nl. Dankjewel voor je komst. Okay. Heel erg bedankt. Verre gooi voor jullie. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Jouw muziek en nieuws uit je achtertuin. Dit is 6FM.